Er vond vandaag een kleinschalige demonstratie plaats bij het hoofdkantoor van Elimiwaste. Het afvalverwerkingsbedrijf dat data van mensen uit het afval haalt en deze verkoopt om zo de afvalverwerking gratis te maken. De demonstranten zijn hier omdat ze vinden dat Elimiwaste hun recht op privacy schendt. Mijn afval! Mijn privacy! Mijn afval! Mijn privacy! Het probleem is dat we eigenlijk niet weten wat er met die data gebeurt. Bijvoorbeeld aan wat voor partijen het wordt verkocht of wat die partijen er eigenlijk vervolgens mee gaan doen. Dus we zijn gewoon niet zo bewust van de gevolgen die hieruit komen. Wat hebben jullie hier? Ja, we hebben allemaal afval verzameld. Het is allemaal los van elkaar, zegt het niet veel, maar bij elkaar weet je best wel veel van een persoon als je dit hebt. En het is allemaal wel informatie die privé is. De reactie van Elimiwaste op alle ophef is dat er veel meer bedrijven zijn die op een veel grotere schaal persoonlijke data verzamelen, zoals bijvoorbeeld Google. Waarom zijn jullie hier aan het protesteren en niet daar? Ja, dat is een goede vraag. We zijn natuurlijk ook niet echt blij met de andere big data bedrijven die er zijn. Maar Elimiwaste is een van de eerste bedrijven die dit eigenlijk doet op een niet-digitale manier. Een heel fysieke manier. En we willen ervoor zorgen dat dit niet een voorbeeld wordt voor alle andere bedrijven. Dus we hopen dat we dit bedrijf in ieder geval nog gewoon kunnen stoppen. Of de intenties van Elimiwaste goed of slecht zijn, één ding is zeker. Deze demonstranten betalen liever zelf voor de verwerking van hun afval. Mijn afval! Mijn privacy!